Test and Implementation Framework, TIF, tool. Zeg maar een hulpmiddel om die brug te kunnen slaan tussen innovatoren en eindgebruikers. En dat technische spoor, dat heeft een vorm gekregen van een grondige studie. Dat betekent leesvoer voor mensen die daar zich echt in willen verdiepen. En daardoor niet echt ontsloten, maar daar hebben we toegevoegd de tool. En die krijg je vanmiddag te zien, is dus echt heel eenvoudig. Maar die is wel ontwikkeld op basis van die kennis. Dus ook al zijn de vragen die gesteld worden in die tool op het oog niet zo ingewikkeld, er zit wel wat achter. En tenslotte hebben we naast die tool ook nog een guidance document gemaakt, een soort gebruikshandleiding. Om ook toch aan de gebruikers even te helpen van waarom wordt dit nu gevraagd en wat is daar het belang. De methodologie dus, dat is dat leidende boekwerk. We hebben tools en de belangrijkste daarvan is de TIF-tool, die zal ik vanmiddag bespreken, en het guidance document. Het is bedoeld om te gebruiken, zowel door innovator, die willen weten hoe ver ben ik, een soort zelfassessment uit te voeren van oké, ik ben op bepaalde punten van mijn techniek heel ver, maar, nou, er ontbreekt toch nog iets. Of, ho, ten aanzien van maatschappelijke aanvaardbaarheid, daar moet ik nog eventjes over nadenken, want dat heb ik eigenlijk weinig aandacht aan gegeven. Voorbeeld, als we kijken naar het hergebruik van afvalstoffen, bijvoorbeeld hoogoverslakken, dan kun je denken, nou, dat is een groot volume, waar kunnen we dat kwijt? Weet je wat, we stoppen het in de dijk. Hè? Niemand ziet het, allemaal goed. Nou, dat ligt wat genuanceerder. Degenen die daarmee te maken hebben, die kunnen me daar uitgebreid nog op aanvullen. Maar het komt erop neer dat niet iedereen het een prettig idee vindt als die bijvoorbeeld met zijn tuin tegen de dijk aan zit, dat er in die dijk allerlei stoffen verwerkt zijn die wellicht kunnen uitlogen en via het grondwater in zijn moestuin terechtkomen. Dus daar zit wel wat nadere haken en ogen aan. Dus de maatschappelijke aanvaardbaarheid van bepaalde gedachten, die zijn niet evident altijd geen probleem. Krijgt zo eigenlijk meer aandacht. Dan, dit plaatje is al getoond. We hebben in ons programma een 120 innovaties inmiddels bij de kop, waarbij we als instapniveau hebben zeg maar technical readiness level 4 en dan met hulp van de aanwijzingen die we hebben verstopt in het instrument kan een innovator omhoog klauteren in de schaal. En hopelijk effectiever het eindpunt halen dan anders in een valley of death eindigen. De TIF-tool heeft een structuur van een Excel-sheet met een viertal tabbladen. Dat is alles. Het eerste tabblad gaat in op de techniek. Het tweede de maatschappelijke acceptatie. En dan is er een tabblad dat zich richt op de impact op maatschappelijke sectoren. Dus bijvoorbeeld impact op de recreatiesector, op toerisme, op transport, op infrastructuur, op gezondheid. Echt, sommige innovaties kunnen daar een behoorlijke gevolg hebben. En daarnaast impact op het milieu. En daaronder vallen zowel het ecosysteem, maar ook de bodem, lucht, water, verontreinigingen. Maar ook beschermde natuur, hoe die al of niet in conflict kan komen met het toepassen van innovaties. Op het technische spoor zijn er een aantal hoofdelementen waarnaar gekeken wordt. Hoe effectief is deze oplossing? Kan het meer doelgerichter? Hoe is de effectiviteit? Hoe betrouwbaar is die? Degenen die verantwoordelijkheid dragen voor waterveiligheid en die een dijk beheren, die zijn niet zo happig om daar Jan en alle man met een leuk nieuw idee in los te laten. Dat wil men wel even heel degelijk uitgezocht hebben voordat men dat toestaat. En dan is de vraag van, ja, is dat wel voldoende dat de innovator zelf vertelt, het is allemaal helemaal top. Nee, zegt dan de beheerder, laat maar eens zien. En dan heb je daar gedacht enzovoort. Nou, die reliability analyse, daar hebben we dus het nodige aan uitgediept. Nou, een belangrijk volgend aspect is natuurlijk, is een innovatie herbruikbaar en onderhoudbaar. Want als dat niet het geval is, dan is het ook niet zo aantrekkelijk. En ook is die flexibel inzetbaar. Bijvoorbeeld een voorbeeld wat hier ligt van tube barrier, een waterkering die gevuld wordt met het water wat hij moet keren, dus in die zin een heel handzame
ding wat je zeg maar kan opvouwen en uitrollen. In die zin zit daar een hoop flexibiliteit in, maar er zit ook weer, blijkt in de praktijk, nog wel wat beperkingen in. Daar is ook flink aan onderzocht. Dat onderzoek, dat doe je doorgaans door het opzetten van een foutenboom. En bij de, hier het voorbeeld van de Dewberry ietsje uitgewerkt. Als die het niet doet, dan kan het hem liggen in een denkfout in het ontwerp. Dus een ontwerpfout, maar het kan hem ook liggen dat bij het gebruik ervan in de praktijk allerlei dingen misgaan. En dat kun je weer uitsplitsen van waar kan het dan misgaan. Bijvoorbeeld op het gebied van de tijd. Er is onvoldoende tijd beschikbaar, want als je binnen 3 uur zo'n kering moet opbouwen en het lukt pas binnen 5 uur om hem neer te zetten, dan ben je gewoon te laat, dan heeft het totaal geen zin. Dat zijn uitvoeringskwesties. En aan de ontwerpkant zijn een aantal voorbeelden die eruit gesplitst van waar zou het mis kunnen gaan. Hij kan water overheen lopen, wat niet de bedoeling is, of onderdoor. Of hij kan worden weggezet, weggedrukt, omdat hij daar onvoldoende tegen verankerd is. En zo zijn er dus op alle aspecten, trek je uit elkaar waar kan die op misgaan. En dan ga je testen ontwerpen om ervoor te zorgen dat dat aspect voldoende doorgefloten is. En dat je met gerust wat kan zeggen en ook onderbouwd met metingen en zo. Nee, dit is betrouwbaar. Dus dat is het technische spoor. On the societal assessment, I'd like to invite my colleague. Do you want to explain? I'll just complete the introduction on the tool. I already mentioned. Oh, ik zal overgaan naar Nederlands, dat kan ik ook. De impact op maatschappelijke sectoren, ik heb er een aantal genoemd. Dat kan op energie, is natuurlijk belangrijk als je pompsystemen bedenkt. Ja, dat kost wel energie. En zo verder. Dat kan een verrijkende impact hebben als je het niet als een eenvoudig demonstratiemodel ziet, maar wel als een grootschalige of een veelvuldig toegepaste toepassing. Dan kan het oplopen. In droogte bij de landbouw en de bosbouw, dat zijn zeer nauw gerelateerde zaken. Gezondheidseffecten, die zijn natuurlijk ook altijd, wil men van tevoren echt wel weten. En dan is er de impact op de natuurlijke omgeving, dus het vierde tabblad, waarin gecheckt wordt of er voldoende nagedacht is over de potentiële impact van zowel proefjes, maar ook van de echte toepassing van de innovatie in de natuurlijke omgeving. Zo ziet het eruit. Dat is denk ik op deze schaal niet te lezen achterin. Dat is ook niet de bedoeling. Het is meer om aan te geven hoe simpel het is. Hier staan 19 vragen op techniek. En hier heb ik random yes, yes, no en yes, no ingevuld. En dan doe je dat op alle 4 de tabbladen. En dan komt er dit uit en dat is alles. Dus een kind kan er was doen. Score op techniek. Wat? Wordt hier op ontgemeld? Deze is publiek beschikbaar. Ja. De technische performance staat hier dus wat ik genoemd heb: effectiviteit, durability, reliability, dus betrouwbaarheid, flexibility, en dit is dus onderhoudbaarheid. Nou, deze innovatie die ik dus nu random heb ingeklopt, die scoort gemiddeld op technical performance, op environmental impact, dan gaat die een positieve bijdrage leveren op het ecosysteem en is die neutraal op de 2 andere. Deze schaal die loopt van +1 naar -1, dus je kunt ook negatieve milieu-impact hebben bijvoorbeeld. Dat kan met de technische schaal niet, die begint bij 0 en loopt op tot 1. Dus bij 1 heb je hem helemaal perfect en bij 0 dan stelt het technisch nog niks voor. Dus de interpretatie is net iets anders. Bij de sectorale impact kan het ook positief of negatief uitpakken en deze innovatie die ik random heb bedacht, die heeft hier en daar wat beperkte impacts en tenslotte op de society performance gaat het behoorlijk goed, hoewel die ook alleen positief kan scoren. Dit is de visualisatie van wat er uitkomt uit een self-assessment. Dat gaan we zo dadelijk aan de hand van een tweetal praktijkgevallen in de workshop zullen onderzoeken hoe die hier scoren. En dit is mijn korte intro op de tool.